Almere TV was de lokale televisiezender van Almere. Het Stadsarchief Almere heeft de vele uitzendingen tussen 1984 en 2006 gedigitaliseerd. Ze zijn voor iedereen toegankelijk. Tijdens het overzetten van de banden zijn prachtige beelden herontdekt, die een beeld geven van een stad in wording. Het is juni 1996. Almere TV heeft een reportage over een informatieavond over de groei van de stad. De presentator kondigt het verhaal aan. Wat een rustige avond had moeten worden voor pakweg 100 bezoekers, ontaarde maandag in een verhitte discussie. Voor de derde informatieavond over de groei van Almere kwamen maar liefst 400 opgewonden bewoners opdraven. De mensen zien de groei van de stad wel zitten, maar zijn bang dat groen zal verdwijnen. Almere is tenslotte bedacht met veel groen tussen de stadsdelen en daar moet niet aan getornd worden. Allereerst wil ik even zeggen dat zoals deze avond hier georganiseerd is, aangeeft hoe de gemeente met zijn bewoners omgaat. Ik vind het puur minachtend. Het is net wat moeilijk te verstaan, maar meneer zegt dat hoe de avond is georganiseerd pure minachting is voor de Almeerse bevolking. Hij is duidelijk niet tevreden. Iemand anders denkt dat de gemeente van sportparken af wil en begrijpt daar niets van. Over 10 jaar zouden er sportparken over zijn. Wat denkt u dat al die mensen hier doen? 'S Nachts. Het publiek reageert op een rapport van onderzoekster Rieke Bakker, die in opdracht van de gemeente bekeek waar nieuwbouw zou kunnen. Nou, wat er één ding vanavond luid en duidelijk is geworden, is dat iedereen zegt handen af van dat groen, handen af van die parken. Dus wat ik het college zal zeggen, als je naar de bevolking luistert, dan is het niet verstandig om inbreidingslocaties te doen. En wat hier vanavond is binnengekomen, zijn mensen die ontzettend boos en opgewonden zijn over het feit dat het Beatrixpark wordt voorgebouwd. Nou, dat hebben we nooit beweerd. Ja, en dat willen we ook niet. Eén van de vele plekken. Ja. Als je deze studies doet, dan maak je soms tekeningen om te ontdekken hoe het niet moet. Dus we hebben die ontwerpers alle vrijheid gegeven om daarop voorstellen te maken. En vervolgens is dit een voorstel waarvan de hele Almeerse bevolking zegt, dat moet je niet doen. Nou, dat zal ik overbrengen. Jetse Kamerling van de Milieuraad Almere legt nog even uit waarom groen belangrijk is voor de Almeerders. U had het vanavond over het hart, het hoofd en de buik van de Almere. Kunt u dat nog eens uitleggen? Ja, met het hart bedoel ik dat mensen zich betrokken voelen bij het groen. Planten en dieren, liefde hebben voor alles wat leeft. Met de buik, daar bedoel ik mee dat mensen zich angstig kunnen voelen als ze denken aan de toekomst. Dat de waarde van hun woning wellicht gaat veranderen. Dat ze straks misschien uitkijken naar een flat in hun achtertuin. Ja, dat zijn dingen die wel benoemd moeten worden, maar waardoor mensen zich niet moeten laten overheersen. Met het hoofd bedoel ik, helder denkwerk, dat mensen van daaruit tot een redenatie komen. Ja, ik heb zelf de ervaring dat de Almeerse politiek nogal snel overgaat tot het werken met het hoofd. En daardoor eigenlijk de argumenten die vanuit de bevolking, vanuit het buik en het hart voortkomen, nogal verwaarloosd. Deze avond in 1996 geeft een mooi tijdsbeeld. Laat zien dat er niet zo heel veel veranderd is. Nog steeds zijn er plannen om uit te breiden en zijn mensen vaak tegen. Vooral als het groen aangetast wordt of het uitzicht dreigt te verdwijnen.